Wow, als het me lukt, dus moet ik kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben wat laat me vloggen, maar fuck, dus ja dan. Oké. Even plakken. Ik ben in de vlog bezig van gisteren, ben ik nog aan het editen op de computer, joh. Was een beetje laat geworden gisteravond. En what the fuck, hij wil er nu in gaan die muis pakken. Kat en muis. Ligt heel. De kraan op. Kom eraan. Ik had niet tegen moeten komen dat de kat tegen de muis terug eraan kwam. Dan zeg ik niet dat ik zelf vrijdag van aan ben, ik kom straks alweer. Are you fucking kidding me? Ik is gewoon fucking verwijderd. Waarom? Yep, ze zijn fucking verwijderd. Voor de tweede keer, godverdomme. Kakzooi. Ik verwijder fucking weer. Ik ga ze vervolgens zelfs editen. Au, dat val ik alweer. Schat. Kom maar. Ja. Zo, we gaan nu naar onder even wat te eten. Wat te eten halen. We hebben gisteren een pizza besteld. Maar ook in een fucking kutvlog gezag. Maar dat ging niet door. Vlog gaat niet door. Van gisteren. Vandaag heb ik fucking net de kutvlog verder op mijn fucking camera. Kom. En ik dacht, oh, verder zelf, ik kopieer ze op de actie, maar het gaat dus niet hoe ik dat wil. Dat is wel mogen, mensen. Oké, boom. Pizza, wel echt een pizza. Ik had denk ik ook weer naar huis lopen, hè? Kut pizza. Kut pizza. Waarom moet ik nou weer fucking voor jou naar huis lopen, kutje? Ik ben mede vandaag. Pizza. Pizza! Pizza! Hopelijk deze. Verkeerde. De onderstaat er. Zo, de lekste heel. Hopelijk hebben ze nu wel goed aan de dag. Gewoon weer fucked up. Kan ik weer naar achter lopen. Lekker ontbijten. Oh! Van het kat en kop garren. Ik ken daar fucking drie stukjes over. Ik heb de fucking veel gevreden mensen. Nee. Ook bij was McDonald's alweer. Ja, waarom niet? En ik pak het al voor één stuk, vind ik lekker dan. Tweede stuk warm, daarna derde stuk warm. Los, kut. Zo, het is los. Mag het dan open houden. Pizza erin op 1 minuut. Zo'n diepe, diep bocht. Diep bocht. Papa, iced tea. Ik ga even drinken van mij. Ik ga straks een tasje koffie drinken. Eerst zie ik maar dat ik koffie ga drinken. Ga ik uit. Glas drinken. Uit deze glas weer. Holy shit. Mijn glas zei ik niet zoveel. Dan bij volgende dag. Ik ben blij dat ze nog leven, mensen. Ik zweer het, holy shit. Bah, haar aan de mond. Maar ik ben er klaar met de Erik. Ik heb fucking godverdomme dik 2 uur gelicht. En ik ben een kleine kooi aan het schoonmaken. Nee. Mijn konijn is nog niet in zijn beeld geweest trouwens. Hè? Hier is mijn konijn. Dat is Rakketje.
Fucking leuk. En dan een kleine rat. Hier zijn konijnen. Snuffy. Hij is Snuffy trouwens. Terwijl als jullie wel weten, hij is het Snuffy. Wakker! Bas. Hij is een baas. Kleine baas. Hi. Ik ga echt fucking hier een beetje. Klein, dik. Vroeger was hij fucking dik. Hij is een beetje afgevallen. Ik heb hem op de dieet laten gaan. Hij was gewoon te zwaar voor een konijn. Hij woog fucking 5 kilo. Ja, Pik, dat is gewoon niet normaal. 5 kilo voor een konijn. Voor een kat zou ik zeggen. Kom op, maar voor een fucking konijn. 5 kilo, man. Holy shit. Nu weegt hij nog rond de 3 kilo. 2 tot 3 kilo weegt hij nu. Een konijn kon je gewoon langs achter zo'n kut werken. Dat ik gewoon dat de konijn weer naar boven ga halen. Op mijn kamer. Ja, dat gaan we doen. Deze kooi die we mee naar boven. Is op mijn kamer. De andere slaapkamer dan, hè. Kom, Snuffy. Schuif, kamerad. Maar, ik heb dus op mijn slaapkamer zetten met de kooi. En ik stek later. En we zijn weer klaar. Met de konijn de kooi te doen. Konijn. Lekker mijn hokje. Ik ga de plant afwater geven trouwens nog. Of nou ook even gaan doen. Grapje. Vraag nou! Dank jullie wel. Ik zeg dank jullie wel. Misschien dat iemand zag van jullie gezondheid. Zeg ik dank jullie wel. Maar we gaan naar boven te gamen. Gewoon fucking game verslaafd. Ik ben blij dat ik geen slaap ben en niet slapen aan drugs. Ja, ja. Zo, ik heb eens een keer Facebook gelezen, wat de fuck. Look it. En ik zie jullie boven. Dan zijn we begonnen naar onderste. Volgens mij gaan we gewoon matten. Ik hoop het gewoon. Goed matten, I don't know. Later. Ja, maar ja, zijn we. Ik ben gewoon even wat kutten in de GTA-wereld. Ik ben auto's even aan het tunen, kijk, what the fuck. Een kut, maar ja, fuck it. Zijn we even wat kutten in de GTA-wereld? Ik was net op mijn Dennis Kadden video opgenomen. Die is gisteren aangekomen. Dus. Het is gewoon een Pimp My Ride video. Wow. Ik ga straks nog even douchen. Heerlijk douchen. Ik heb fucking één hand. Dat is kuf voor de game, hè. Ik heb nog steeds mijn Santa kleren aan, hè. Je kijkt, hè. Of. Fuck! Ik kom vol met mijn kloot hier tegenop. Holy shit, de fucking pijn. Heb je dat gevoel als, dat je fucking iets aan het doen bent? Als je iets aan het doen bent. Hé, hey, kut, mijn onderbroek. Loor altijd met je onderbroek spelen. Oei, kut. Ik heb een fucking kademstokje, kijk. Hallo! Moet je geen hè? Ah, stinkende beetje. We gaan even douchen, ijsje eten. Misschien nog wat lekkers maken. Denk ik wel. Dat is gewoon die aardappeldingetjes. Ik ga zo misschien nog iets lekkers maken. IJs weer. Zo'n iets geks. Zo'n ook ijs maken en. Kut! Of niet. Maar.
jeuk hoor. Ik ga douchen van, ik ga douchen, lekker door. Douchen! Wat lekker lang vlog van dit keer. Waarom? Omdat ik er gewoon zin heb om een lange vlog te maken. Heb je... Ah! Ik zet ik wat fucking uit. Maar goede veel meer. Maar fucking kijk van. En hier kijk mijn fucking op. Hier kijk. Heavy bitch! Heavy! En we gaan een lamp maken. Ik ga de vlog noemen lamp maken. Ik heb wel fucking wat anders, niet zo slim. Ah, pak het zo wel. Wacht, zo. Ik grab je. Oei, even kapot. Ik ben druk vandaag. Kut. Help! Oh, grapje. Ik grab je, jongen. Ik ga stunten. Hopelijk lukt het me nog. Kut de camera. Holy shit, ik was afhankelijk. Nou, we gaan een koppel maken, mensen. Holy shit. Nou, nu zijn we de getuigen. En 3, en 2, 1. Oh, mijn fucking neck, holy shit. Hele vooruit. Laatste ding wat ik ga doen, en dan stop ik. 1, 2. Holy shit. Ik vloog hier vanaf zo, holy shit. Oh, fucking duidelijk. Oh, dat was geen slim idee. Holy shit. Holy shit. Echt mensen, holy shit. Oh, ik ben fucking. Oh. Kijk mij, jongen. Ja la 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 la
Lolo, ik had het. Maar ja, Lolo. Is hem zo. Mijn fucking rotse laden. Hopelijk liggen hier condooms in. Ga weer. Dat gaat ook. Wel. Ah ja. Hier ook nog een fucking rotse laden met vol rotzooi. Ik weet dat is een fucking chill uit zit dit hier. Ja, ik heb voordat ik moet hem kopen. Maar mensen. Ik ga even douchen. En check jullie onder. Later. Oh, ik kom net uit de fucking douche. Ik moet de douche nog even droog maken met de handdoek. Anders komen er allemaal voor de kutrolsplak. Daar heb ik ook geen zin in. Zo. Dus gewoon. Die leg op de. Hierom. Op dat ding hier. Hoe jullie dat ook in APM noemen. Ik noem het altijd in leuning. Op een hout vast aan de trap. Vroeger hield ik me altijd zo aan deze trap vast. Meestal ga ik zo de trap af toe. Dus met mijn vinger hier zo tussen zo. Zo. Kijk, ga ik zo de trap op zo. Fuck lollig. Maar ik ga even onder doen. Ja, ik ga even onder doen. Ga ik me wat eten maken. Misschien wat uit het frietje vet. Ik heb er zin in. En ja, fucking kut hoe het trap wou ik zeggen, wat fuck. Ja, ik ga wat uit de vetmaak, een soort aardappel dingen
Tjus ding ding. Ja, aardappel ding tjus ding. Legit. Yup. Help jij. Ja, dan gaan we even naar Notto. Shit. Het is wel leuk dat ik pas uit de douche kom. Zit hier. Au. Komt die deel met de voet. Lal. Hier al. Wasmand. Ja, dat was. Ja. Fuck it. Ik zag. Tot zo. Volgens mij is het nog geen warm. Nee. Nee. Ik zou wel gewoon toch gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dingen. Er zijn fucking wrakkelijke dingen. Als ik die andere ook nog heb, vind ik ook. Dat was misschien een vorige gevoel. Maar het is liggen naar de kijkers vroeger, geen erin staren. Ze hebben ons, ja, dat moet je niet doen en dat kan gevaarlijk zijn, god wat. En alleen maar gezeiks. Fucking huis. Dat zal je wel met mijn huis. We gaan aardappelroosjes maken. Maar ik wil die aardappelkroketjes hebben, niet geen roosjes. Kroketjes. Oh fuck. Ik had gehad met scheiden. Oh nee. Nee. Scheiterd. En het eigen kattenbak daar. Oh shit, verkeerd kattenbak. Ik zat er nog in. Ik had wel altijd alleen zijn. Rambo. Zij ik beer. Hè? Zij ik kort. Zij ik kort. Zij ik kortje. Hè? Ja, je bent ook een scheidbeer, hè? Jo, zij ik al van me. Jo, kleine, kleine batra. Ah, lief beestje, dat ik zweer je. Ik zou me niet kunnen voorstellen hoe het snel moet. Godverdomme, kutvet, ga warm worden. Dat godverdomme warm worden, what the fuck. Nee, hey, Rambo. Och, kom eens die eens gaan. Kijk eens naar de camera. Hallo. Hallo. Nee, ik hou van een beetje hier. De liefste categorie ben jij. Alles te doen. 1, 2. Had. Oh! Daar heb je voeten. Of poot. Huh? Lekkere. Lekker tiertje van me. Lekkere kat van me. Ja, lekkere kat van me. Oh ja, je bent lief. Dat is lief beestje. Ja, ik mag alles niet te doen. Volgens mij is het warm. Weet je zeker, kat, wil je het proberen? Hij voelt in ieder geval wel warm. Aan wil ik zeggen. Laat hem nog een paar minuten zitten zo. Ik had gewoon vertellen, hoop ik. Rambo! Weet je wat? Ik zie er van hier naar hier. Ja, oké. Van hier. Nou, hij is nog niet warm. Ik denk dat het goed is. Ga even kijken op het lampje daar staat. Jo, het lampje. Dus kijk, hier staat om. Daar staat off. Ik denk als het lampje uit is dat ik pas iets kan doen. I don't fucking know. Ik denk het wel. Ik heb vermoedelijk geleerd als dat lampje een van twee lampjes uit zijn. Rode is nooit goed, dus daarom doe ik het wachten tot het rode. Ik voel het vrij warm uit. We gaan het goed proberen, fuck the shit. YOLO. Nou. Dat is in. Ga maar even switchen. Dat is 2. Dat is 3. Kut, past niet allemaal erin. Fuck. Hier. 5. 6. Ook het.
Nee, die ene hier, gaat net. Ja, ik heb hem. Dat is het goed. Dan wordt dat het rode lampje is goed zo. Nou, hebben ze niet erin. Kan je niet dicht doen, dat is jammer. Wacht in de kap. Ik wacht tot ik iets krijg, wat toch moet eens kijken. Heel opzicht hierom. Even kijken wat gebeurt er. Even kijken wat gaat er allemaal gebeuren, wat doet hij nou? He? Ik snap er niks van. Is dat nog eens vaas? Ah, verkeerd, het zal wel. He? Ik zie je liggen, wat fuck? Grapje. Gelukkig even voor de katten praten. Ik heb honger, ik ga eten. Leg al erin. Gaan we even wachten tot ze goed zijn. Ik ga hier op de stoel. Oh, ja. Zo, ik moest me vertel neerleggen, want ik moest de dingen pakken. Holy shit. Gaat het ding bijna om. Nou, ik ga zitten. Bam! Bam! Ik zit. Nou, die moet nog af, denk ik wel. En ondertussen ga ik eens kijken wat we in de fucking kast hebben liggen. Nog voor morgen of zo. I don't know. Morgen is het maandag. Hey, dan zal ik die weghalen. Dus ga ik gewoon mijn fucking vuurwerk halen, dinsdag, aanstaande dinsdag. Dat is het voor mijn lijn zat morgen. Ik vind me al zo fucking weer, hè. Dit ding, dit ding hier. Ik heb nog niet helemaal afgestoken, maar gewoon, het zou wel. Die moet ik graag gooien, want daar krijg ik niks mee. Vaak de onkruid of buskruid eruit, gooi dat niet andere meer. Dan heb je twee spakken. Kleine shows. En één. Oh shit, ik moet dat ding zo open doen. Hou. Ik begin nog goed. Kijk, we snel dat ding moest laten. Holy shit. Holy shit, begint goed uit te zien, vind ik. Oeh, ik ga het eraf kijken, ik ben nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig katje. Mensen, ik zie jullie van hier. Kijk, hoe is het? Kijk maar, kijk daar. Nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig voor hem. Oké, mensen, dat is gewoon pakken nieuwsgierig. Ik heb het op de kat gepakt daar. Voor de wasmachine. Kijk, hij heeft het gewoon echt prachtig. Rambo! Wat moet je? Nee, schat. Echt zo'n zielige blik die. Maar de aardappelding zijn goed. Dat zal ik heel even erin leggen. Voor 30 seconden. Vijf, vier, drie. Twee. Kom van tafel af. Rambo van tafel. Hup. Kom van tafel af. Hup. Hup. Hup van tafel af. Hij was godverdomme scheidbeer. Hey. Scheidbeer. Nee, grapje. Mensen gaan ze even eruit pakken.
Zijn goed, later. Ik heb honger, gek, holy shit. Ik heb net een foto van Rommel even snel in de kamer gezet. Die laat ik dan ook al in de vak, maar... Ja, vind ik het niet verder, gewoon die foto's op de... Dat is even goed aan mijn ouders ging. Even kijken, zo dat ding moet zo, I think, yes. Maar dat is weer 26, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Een beetje verdelen zo. Oh shit. Bam! Weet ik, zo. Ram vind ik goed echt wel dat je wasmachine toch gaat. Ik ben maar ik weet niet in deze zak op. Ik heb nou de zak niet erg. Als een dochter nu ergens je zak afgeeft, vind ik het toch leuk. Ik denk dat iedereen dat had. Dat kind goed heeft. En wacht, dat ding moet ik ook nog even inzetten. Dat lijkt me wel zo handig. Dan vallen we even een blikje bier hebben. Pizza. Hey, de kiek hebben we nog. Wauw, zet de camera af, snel hier en neer. En dan checken we de beelden. Hoe is het mogelijk? Ja, ik ga even naar binnen toe. Ik ga even naar sokken aantrekken. Hup, hup, hup. Pas, kom zijn we boven, hè? Lekker dikke sokken. Hey, sokken. I need you. I need that socks. Niet die socks, maar ik moet andere sokken. Real life sokken. En ik zet mijn camera even hier of zo neer. Beetje schuin zo. De sokken aan doen. Hopelijk zijn die beelden goed. Ik hoop het! Ik hoop het gewoon! Ik hoop het! En als je die beelden niet van de dingen wilt zien, wat ik net had laten zien. Ja, dan spoel je goed eraf, pas ik hem door 15 seconden, 2, 1, kap de L. Of niet? Wat rakker, moet je wachten? Ik pak een kattenluik, holy shit. Zo, ik zal dat ding. Ik ga die gewoon dicht doen. Maar jongen, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor oma Richard. Ik ga het aan de staaf gaan. Lekker, omdat hij lekker dikke staart heeft. Die brave jongen. Grapje. Rakker. Babab. Iedere kat heeft een lekkere staart. Moment, ik kom naar achter toe. Snel mijn bord pakken. Plus het. Plus het. Plus het. 2 plus de deur dicht. Zo. Maar Rambo naar binnen. Kom maar Rambo, ga maar naar binnen. Ik hou die deur niet lang, kameraad. Kom, ga maar. 1, 2, 3. Hoppakee, die is binnen. Tappen is binnen. Pak gewoon hier joh, lekker op het bord. Holy shit, hoe is het mogelijk? Rakker jongen, de deur is af als je reed, dit kutje.
1 en 2 en 1, 2, 3, 4. Ja, la la la. Hoor. En 1 en 2 en 1, 2, 3, 4. Ja, la 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 la. Ja, ja, la. Ja, 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 ja. Grapje. Ik kan niet zingen. Al dingen heeft het onder douwen. Als oliebollen naar onder, naar onder, naar onder. Trouwens, man, het is weer bijna oud nieuw. Het is nieuwjaar. Vuurwerk afsteken. Veel maanden op, jongen, vuurwerk afsteken. Avond steken we gewoon wat. Die draadjes af, denk ik. Maar ik heb gewoon van Dennis. Huh? Die heb ik ongeveer opgenomen. Deze is gisteren online, kom voor mij vandaag maar. Ja, ik, morgen komt online als deze vlog online staat. Dan is die video online. Deze is al gisteren online, kom voor mij vandaag maar. Voor jullie gisteren. Maar die had gezegd van in Duitsland kan je fucking beest vuurwerk kopen. Een Lidl. Leider, maar ik ga voor... Wat ik heb is voor meer dan 50 euro nu al. Dus volgend jaar ga ik versparen. Voor de Aldi ga ik er rond 100 euro vuurwerk kopen. 100 euro! Een vriend van mij heb ik vandaag tegengekomen. Fucking oude vriend van mij. En ja. Hij zei van tegen mij van, heb je vuurwerk? Ik zeg, ja, sowieso vandaag, dit jaar sowieso wel, voilà. En hij zei van, ja, ik heb ook voor 200 euro vuurwerk. Ik zeg, gewoon gezegd, fuck you, meen je, heb je serieus, motherfucking 200 euro vuurwerk gehad? Ja. Daar is druk al van op, oftewel, 150 euro van vuurwerk had je al opgemaakt. Dat is echt zonde van je geld als je 150 euro al opgemaakt. Van de 200. Kijk, ik maak... In de avond al iets op. Gewoon bommetjes. Maar het pakket, dat waren ik wel. Alleen de bommen lagen wat s'avonds af. Na 10 uur mag dat pas. Dus. Oude, na oudjaarsdag ga ik bij mijn overburen filmen. Daar tellen we samen van 10 tot 0 af. Rakker, ewa. Nee, grapje. Een konijn hebben we fucking lang. Maar ja, oh, ik vind me nu al op vuurwerk, ik zweet je toch. Ik vind me nu al op fucking nieuw, oud nieuw, nieuwjaar. Hoe mag ik? Kijk, dat is gewoon het gezelligste, mag je doen en laten wat je wilt. Mag je de wet overschrijden. Mag je vuurwerk afsteken. Wat man niet mag. En in België kan je ook een vuurwerk kopen, maar ik ga altijd een nummer vuurwerk halen. Oftewel, als deze vlog online zat, morgen maar van je vuurwerk halen. Maar voor mij overmorgen. Oh shit, als je denkt, donderdag alweer fucking oudersdag. Laatste dag van een motherfucking jaar. Laatste dag. Laatste fucking zondag van de dag. Man, ja. Het zijn de laatste dagen van het jaar. Ik ga ze even een paar minuutjes erin en even kijken hoe ziet het eruit. Mogen nog wel bruiner. Ja, ik heb één pakket gehaald met zilverwerk. Even kijken. Ga ik zo'n mat halen van 500 stuks. Zo'n tapper van 500 stuks. Een matje. Ga ik wat nitraatbommen halen. Zo heet het niet, draadbommen. Dat klinkt fucking hard, maar ik weet waar ik ze ga aflaten. En een fucking echo-holdertje. Dat is fucking echt goed. Holy shit. Dat is de fucking baas. Maar dan krijg je nog zo'n shotfire shit dings erbij. Mooi. Volgens mij is het knalvuurwerk, ik weet niet. Het fucking zal wel. We zien wel hoe het uitziet. Ik ga een beetje op YouTube kijken, fucking nice. Sommige dingen zijn echt kwaadloos, zoals die dingen naar boven op Skyworld. Maar ja. Fuck it. Apps liggen er nog in. Hoe lang kan ik nog filmen? Later. Holy shit, ik heb fucking dik 9 minuten en 10 seconden niet net gefilmd. Maar ga ze nu eruit halen en ga ik eten. Ik zeg, smakelijk. Dankjewel.
Op tijd voor een toetje. Ja. Maar zelf hier al zijn leuk. Heb je geen zin om te gamen zoals ik? Misschien zin in. Denk ja, ik ga even tv kijken, maar ze schoft om niks op tv. Wat doe je dan? Ga je je laptop pakken? Ga daar van op kijken. Zonder stroom. Snap je hem? Zonder stroom. Oké. Nee. Op het werk, hè, moet ik de diefries. Of iets van de vriezer in de diefries vullen. Dat zeg maar, ik zo'n Mongools kutgrapje van. Dat is koud. Ijskoud. Snap je hem? Dat is ijs. Zeg van. Dat is ijs. Koud. Dat is ijskoud, hè? Dat is echt ijskoud. Snap je hem? Ijs. Koud. Ijs altijd koud, is echt ijskoud. Fuck is slecht, maar toch vind ik hem goed. En mijn programma hier, hoe doet het weer? En blij meer, er zat ook een fucking hoge fouten in. Er zat 20 fouten in door die vlog. Vlog, weet dat het programma. Programma voor je dat opnieuw laten herstellen. En toen dat, doet hij dat hij het weer. Even kijken. Dit hier. Ga ik halen, één waf, hè? Dit hier. Ik zal een filmpje laten zien. Dat dus. Die ga ik halen. Nee. Dit is een hoofd hier, hoor. Top 10 ton dingen. Voor werk. Extremes. Is volkomen veilig. Maar ieder jaar gebeuren er toch ook sommige dingen zijn echt met vuurwerk tot gedrag van mensen. Als je rationeel gaat denken, weet je dat eigenlijk 90% van alle ongelukken die gebeuren met vuurwerk, ja, eigenlijk gewoon dom gedrag is van de gebruiker. Ik heb hier bij deze een top 10 van de meest domme dingen wat je kan doen met vuurwerk. We beginnen langzaamaan op nummer 10, want daar staat dat men vuurwerk koopt waar ze geen verstand van hebben. En wat bedoel ik daarmee? Dat mensen dus inderdaad vuurwerk kopen waar ze dan totaal niet van weten van hoe het werkt en waar ze moeten aansteken of waar ze het in moeten stoppen. Daar bedoel ik bijvoorbeeld mee shells. Mensen willen hard vuurwerk, harde knallers. In Nederland kan geen harde knallers bieden, want wij hebben alleen maar poepvuurwerk. Ik bedoel, de hardste rotje gaat niet harder dan een natte scheet die je laat. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dus ik snap de mensen ook wel dat ze naar buiten gaan en daar vuurwerk kopen. Het zijn België, het zijn Polen, het zijn Italië. Het zijn Spanje, het zijn Frankrijk. Overal in Europa knalt vuurwerk harder dan in Nederland. Ik bedoel, wij zijn de afwijkende factor en niet de andere landen. Ook het gelul van, ja, de vuurwerktraditie is alleen in ons land. Dat is gelul. Overal in Europa wordt vuurwerk al gestoken. En veel vaker dan hier. Niet alleen met autodieuw, ook met feesten en partijen. Anyways. Wat doen mensen dus fout? Die gaan dus professioneel vuurwerk kopen. Zoals dus bijvoorbeeld shells. En dat zijn bolletjes die je naar buiten moet stoppen. En dat dan niet weten. Dat dan misschien op de grond gooien. Of denken dat ze heel lang lont hebben. En een kort lontje uiteindelijk blijkt te zijn. Dat soort dingen. Daar gebeuren dus ongelukken mee. Dat je denkt van ja. Maar ligt het dan aan het vuurwerk? Nee. Het is professioneel vuurwerk. En dat zeg het al. Dat is professioneel gemaakt. Dat wordt gebruikt in shows. Je mag het in Nederland alleen niet gebruiken. In heel veel andere landen in Europa mag je het wel als particulier kopen. Maar ja, dan wordt er wel geacht dat je even nadenkt. Maar blijkbaar schijnt dat voor sommigen hier in Nederland best moeilijk te zijn. Waardoor er dus onnodige ongelukken gebeuren. Dus als je vuurwerk koopt, koop vuurwerk dat je zeker weet hoe je het moet gebruiken. En ga niet om 12 uur staan van, oh, wat moet ik hier eigenlijk mee? Want dan, ja, dan gaat het fout. Dat moet je gewoon niet doen. Vuurwerk is uiteindelijk geen speelgoed. Nummer 9 is ook zo dom, maar je ziet toch vrij vaak jongeren. En ja, mannen die nooit volwassen worden, die elkaar gaan bestoken met babypelsen en Romeinse kaarsen. Babypelsen zijn onderhand verboden. Hè? Bij wet willen ze dat gaan verbieden of is al verboden. En dat heeft te maken dat ze zogenaamd bij iemand in de oog vliegen en dat gevaarlijk zou zijn. Nee, mensen gaan elkaar daarmee bekogelen, beschieten, hoe je het noemt, gevechtje houden. Hartstikke dom, want er hoeft er maar eentje in je oog te schieten en je bent je levenslang blind. En dat is also... echt ontzettend dom hoe mensen kunnen zijn. En je ziet het vuurwerk krijgt de schuld. Maar het ligt niet aan het vuurwerk. Het zijn gewoon domme mensen die dat doen. Nummer 8 is dom, maar soms wel begrijpelijk. Je staat op 12 uur je vuurwerkcake aan te steken en dan houdt hij daarmee op.
Ja. Kijken, kijken, wachten, wachten. Nou, andere dingen aansteken, beetje uit de buurt blijven, mensen waarschuwen dat ze daar niet in de buurt moeten komen. En later, na een half uur, ga je terugkijken. Oh, het lampje is voor de helft opgebrand. We gaan ons een keertje aansteken. Nooit doen. Wat heel veel mensen niet weten is dat vuurwerk wat je weigert, kun je nat maken. Ja, dan maak je het onschadelijk. Meenemen naar binnen en teruggaan naar de winkelier. Als je tenminste in Nederland gekocht hebt. Zelfs in het buitenland, als je bijvoorbeeld je vuurwerk in België gekocht hebt, kan dat ook. Je kunt je vuurwerkproducten meenemen terug naar de winkel en dan kun je geld terugvragen. Want het product deugt gewoon niet. Vuurwerk is ook net zoals andere producten gewoon een product. En als je naar de winkelier gaat, die zegt van joh, ik heb deze cake hier gekocht. Je ziet het, hij is nat geworden. Het lontje is voor de helft opgebrand. Krijg je gewoon je geld terug. En dan zijn ze ook gewoon wettelijk verplicht. Je moet al je kassenbon en alles meenemen. Gewoon net zoals andere producten. Geld voor vuurwerk ook. Dus het is wel jammer dat je nou op dat moment geen vuurwerk hebt met oud en nieuw. Nee, je hebt ook geen kans om in te halen een jaar later. Maar ja, goed, als je echt een cake heeft van 130 euro of zo, je hebt er heel veel geld voor uitgegeven en die weigert en je bent echt bang, als ik hem aanstip, is een heel kort lontje. Niet doen, gewoon echt niet doen, mensen. Gewoon teruggaan naar de winkel. Het is jammer van dat vuurwerk, jammer van die 130 euro, maar die krijg je dan wel terug. Nummer 7 is drank, alcoholische dranken. Ja, dat doen we eigenlijk allemaal, denk ik wel. Maar hartstikke dom natuurlijk als je daar even heel nuchter over gaat nadenken. Want als je daar nuchter over gaat nadenken, je bent bezig met vuurwerk, iets aan het afsteken, dan moet je koppie bijhouden. Je moet snel uit de voeten zijn, je moet het lontje wel aansteken en alles. Je moet gewoon alert bij blijven. Zodra je dus alcohol gaat drinken, hetzij bier, hetzij champagne of weet ik wat je allemaal naar binnen gooit op die avond. Ja, dan ben je niet meer zo alert, hè? Je bent niet meer helder. Als we auto rijden, mogen we ook niet drinken achter het stuur. Omdat je gewoon je reactie gaat gewoon achteruit. Je reactievermogen is gewoon een stuk trager. Dus als je helemaal aan het aansteken bent, oh ja, hey, lontje brand. Ja, dan ben je al te laat. Dus na 6 seconden is het lontje weggebrand, weet je. Dus het is nu dat er heel veel mensen zeggen, ja, maar dit, nee, het is gewoon dom gedrag. Vuurwerk afsteken moet je niet met alcohol doen. En ik denk dat de alle ongelukken, wat ik in het begin van de video zei, vuurwerk is veilig. Alle ongelukken gebeuren door de mensen, door domme gedrag. Hetzij dat ze drinken, hetzij dat ze andere dingen uit deze lijst doen. Maar een vuurwerk dat zeg maar te snel afgaat, dag veilig. Maar als een man het onveilig gebruikt, en dan komen we bij nummer 6. Ja? Stop nooit vuurwerk in je neusgaten. Dat is mongolisch. Ja, lach er maar om. Stop nooit vuurwerk in je kont. Ja, lach er maar om. Heel internet staat er vol mee. Maar er zijn gekken die eronder schrijven, ja, hiervoor moet vuurwerk verboden worden. Ja, welke randibiel stop vuurwerk dan in zijn neusgaten, zijn oren of zijn kont of welke gat je dan ook hebt. Dat de pijn nodig hebt. Ik bedoel, ja, waanzin te top. Je zet geen vuurwerk op je hoofd. Je houdt geen vuurwerk in je hand terwijl het brandt. Dat doe je gewoon niet. Op nummer 5 staat iets wat totaal niets met vuurwerk te maken heeft. En toch elk jaar de krant had en heel veel slachtoffers veroorzaakt in de lijst van vuurwerkslachtoffers. Vuurwerkbommen. Vuurwerkbommen heeft dus totaal niets met vuurwerk te maken. Waarom niet? Vuurwerk is wat je koopt in de winkel. Dat is vuurwerk. Illegaal vuurwerk, professioneel vuurwerk is ook vuurwerk. Illegaal vuurwerk is vuurwerk wat in Nederland verboden is, maar in het buitenland toegestaan is. Dat is illegaal vuurwerk. Vuurwerkbommen is volgens de wet eigenlijk gewoon bommen. Volgens de media is dat een vuurwerkbom. Maar ja, het klopt allemaal gewoon niet. Als jij strijkers uit op Ze denken over strijkers, dat is gewoon mongolisch. Als je haalt en het poeder in een potje duwt, is dat geen vuurwerk meer. Want je haalt een strijker uit elkaar, daarmee is het vuurwerk dus uit elkaar gehaald, is het geen vuurwerk meer. Dan heb je dus alleen de grondstoffen. En daar, van die grondstoffen, bouw jij een bom. Toevallig dat die grondstoffen dus ook in vuurwerk gebruikt worden. Maar ja, een vuurwerkbom, dat bestaat dus gewoon niet. En daar gebeuren dus, ja, ik zou niet zeggen heel veel ongelukken mee, maar er gebeuren wel vaker ongelukken mee, omdat het gewoon in... Maar man, jullie horen, ik ga verder tv kijken, gewoon de voortrennende dingen hier. En zeg ik, later. En dan zijn we weer. We gaan weer die dingen hier maken. Deze. Stuurt ons warm. Pannetje, kan je dat zeggen. Dan gaan we 1-2. Dit is zo dicht. En dan gaan we wachten en wachten. Het is fucking koud hier binnen of buiten. Het is koud, het is koud. Ik heb het best wel koud. Jalala. Ik heb het best wel koud. Die is 27 graden. Vind ik niet goed, vind ik niet goed.
En kijk even wat ik er alle olie zit. De olie zit ook vet. Nou, even, het zijn goed toch? Ik wil dat ik in de bek moet kunnen gaan. Als je die voetuppen dicht gooit, dan. Ook het. Blijf binnen, hè? Ik had ook naar buiten. Ach, kom maar. Def. Braaf. Jo, je bent een lief katje, schat. En even goed erin gedouwd. Dan gaan we wachten. Ik check jullie zoals. Ik heb hier dus ook nog 5 liggen, die gooien we ook erop. Maar als we op die aan het wachten zijn, dan vreed ik die op die aan liggen. Later. Eens kijken. Er liggen nu 25 erin. Holy shit, ik rest niet meer van de grond. Ze zijn goed doorgebakken. Ik geef er een 8 voor. Hij heeft goed gekookt. Ja, Richie had goed gekookt. Ja. Nieuwe kook met Richie in de avond. Nou, maar ja. Het is maandagochtend. Maandag is moos. Wauw. Fortuus uittrekken. Ik zal hier in vallen, holy shit. We hebben een grote friteuse hier al. Maar dat vet moet ook vervangen worden, hier ook helemaal. Fucking nice. En dat is het ook. Een friteuse stash. Dat kan ook in, ja, zeg maar. Nou, we gaan. Holy shit. Ik voel vet daar. Holy shit. Kom ga je in de binnenkant? Als ik hem zo pak. Pak maar. Nee, oké, dat niet. Kom. Kom. Kijk hoe snel hij komt. Kijk hoe snel hij komt. Kijk hoe snel hij komt. Ja? Ja. Ja. Mensen, vond je deze video leuk? Ronde kei op, lijkt op. Het is nu inmiddels 2:30. Ronde kei op, lijkt op. Morgen gaan we vuurwerk halen. En ik heb alle. Oh, hallo. Ik heb van mijn camera. En een stick. En laptop. Ik heb alle laptop zetten naar morgen wel eens doen. Ja,
Maar vond je deze video een leuke ronde keer op like knop. Abonneer even meer. En ik zeg tot de volgende keer. Ciao!